Nieuwe week, zelfde issues. En op, kom op, die kaart, omhoog, helemaal, helemaal, kom op. Kijk, mama, een dinosaur. Zo, hallo allemaal. Superleuk dat je weer kijkt naar een nieuwe video. Nieuwe week, zelfde issues, want we zijn weer bezig met die eindeloze was op te vouwen. Charlie en ik zijn net naar de dokter geweest voor het eerst hier. Dat vond ik altijd wel even spannend, want je weet helemaal natuurlijk niet wie je huisarts is. En het is toch wel belangrijk om een fijne huisarts te hebben. Maar we hebben een superleuke dokter, dus dat is weer fijn en dat is ook weer geregeld. Oh ja. En Kelly. Hey Poepie. Ga je lekker spelen met Lo? Geen. Ja. Kat is te hoog en Pip is te klein. Oh, dat is mooi. Poep Patrol naar de uitkijk. Ga je helpen met papa met fiets in elkaar zetten? Maar ik wil eigenlijk spelen. Oké. Okay. Nou dan doet papa het alleen. Deze is even in elkaar zitten, een paar onderdeeltjes erbij. Dat is wel netjes, want dat betekent dat je geen gereedschap nodig hebt. Alles netjes verpakt. Boekje. Moet wel lukken toch? Zachtjes met zijn gezicht, Lo. Kiltje te scared, te scared. Niet naar de kiltje te scared. Zo, Danny heeft even mijn fiets in elkaar gezet. Ik wilde die echt super graag hebben, want... de sportscholen zijn hier natuurlijk nog steeds dicht. En die zijn voorlopig, blijven die ook nog dicht. Want de scholen zijn hier ook nog lang niet open. Anders gaat hier pas een beetje in mei weer open. En ik was net zo lekker bezig met gewoon weer gezond eten. En ik wil mezelf gewoon even wat fitter voelen, wat meer energie krijgen. En ik weet dat het heel goed, mij heel goed doet als ik ga sporten. Dus ik heb mezelf voor verjaardag zo'n fietscadeau gegeven. Het was niet heel erg duur, maar Danny zei net van, oh, die kwaliteit is wel echt supergoed. Dat had ik niet echt verwacht, want hij was, ik weet het niet eens meer, maar hij was niet heel duur of zo voor zo'n fiets. Ja, dus dat. Goedemorgen. Wil jij een eitje, Lo? Nee, ik. Jij een eitje? Ja. Ik wil een croissant. Joe, kijk, dinosaurs. Lo, Joe, wil je niet een dinosaur? Ja, maar met wat? Met chip. En eentje niet. Okay, ik wil een kijk, een dinosaur. Nou jongens. Een dinosaur. Christmas Eve. Kijk, mama. Een dinosaur. Een dinosaur? Een dinosaur. Joe, moet je echt even zien. Thank you.
vandaag maandag 15 februari. En Danny is vandaag jarig. Yay. Ze doen een klein feestje. Papa is jarig. Maar laten we eerst even gaan zingen voor papa. Gaan jullie beginnen? Jarig voor jou. Vijftig jaar voor jou. Ga je mee zingen, Joe? Vijftig jaar voor papa. Vijftig jaar voor jou. Oh, kijk, dat is heel knap. Kijk, een verloosje. Goed dat je wel zei. Ik maak hem open. Oh, jij maakt hem wel open? Nee, papa. Eerst de kaart. Oh, eerst moeten we de kaart lezen. Ja. Oh. Nee, dat is lief. Wie heeft die geschreven? Mama. Hier staat, lieve, Danny, papa. Alweer 32 jaar vandaag. We kunnen helaas geen groot feestje geven. Maar weet dat we alle vier stapelgek op je zijn. We houden van jou. Groetjes. Groetjes? Ah, het staat er echt niet, maar groetjes. Mama, Joe, Charlie en... Lola, dat is jouw naam. Ah, wat je zelf geschreven. Ja, wat goed. Nou jongens, dank jullie wel. Kijk, ik wil een kaartje lezen. Ik hoef niet. Oh, kaartje niet. Ik wil dat. Zullen we deze uitpakken? Ja, en daarmee beginnen? Ja, dat mag uitpakken. Nou ja, zeg. Papa moet het uitpakken, Joe. Ja, vind ik ook hoor. Ik pak mijn papa sok. Sokken. Dat is geen sokje. Nee. Papa, wat is een dat? Wauw, een muts. Die is mooi. Oh. Nou, dank jullie wel, jongens. Heel erg lief vind ik het. Dat je het hebt ingepakt en een kaartje hebt geschreven. Ja, jij eigenlijk wel. Ja, dat je het hebt uitgepakt. Eigenlijk had mama het. Ja, maar dat geeft niet. Mama, ga. Je cadeautjes ingepakt. Oké. Maar je hebt geholpen toch een beetje? Je had ze gekocht, toch? Ja. Je hebt ze gekocht, toch? Je hebt goed geholpen. Ja, hè? Ja, dus. Ik wil nog eentje. Wat wil jij? Nog eentje. Nog zo'n stuk. Een worstje of een kaasje? Kaasje. Lekker jongens, papa neemt ook. Nou. Ja. Mm. En doe je even een wijntje aan eigenlijk. Hé Chelsea. Hé Chelsea. Hallo. Hé Koepie. Dat zei deel 3000. Wat een idee. Wat ligt daar? Vijf. Wat doe ik? Alweer een kleine staat. Nou. Een 1 of een 6? Lekker. Mijn verjaardag ook. Ik moet winnen. Zeg je? Hallo allemaal. Weer een nieuwe dag. Ik probeer ondertussen te communiceren met mijn kinderen, maar ik word gewoon genegeerd. Het is vandaag donderdag en het is super mooi weer buiten. Echt heerlijk zonnetje. En ik ben nu heel eventjes deze vlogbeelden aan het versturen en nog wat mailtjes aan het beantwoorden. En nog wat schema's aan het maken voor mijn voedingsaccount. En als ik daarmee klaar ben, dan gaan we even lekker naar het strand toe. Heel veel zin in, want ja, dat is ook wel echt het meeste wat je hier kan doen. Aangezien we natuurlijk nog steeds in lockdown zitten. Dus ja, we gaan zo even naar het strand. Stil. Hij heeft bijna een crop top aan. Dat shirtje is ook een beetje klein. Mag goed zien. Kijk hem nou. En er zitten er daar nog twee. Die vervelen zich ook een beetje. En ik kan het ze niet te kwalijk nemen. Want ja, op een gegeven moment ben je natuurlijk ook wel een beetje klaar mee met het binnenhangen. Dat zijn hun natuurlijk ook. Jongens, ik ga eerst eens even dit hoekje leuk maken. Ik heb allemaal kussens besteld en hoesen. Die ga ik hier inleggen. Dus die ga ik nu allemaal even uit verpakking halen en de hoesen eromheen doen. Ik laat jullie zo meteen het eindresultaat zien.
blij mee. Dan wil ik eigenlijk deze hele kant ermee vullen. Maar ik ben echt al super blij met hoe leuk dit eruit ziet. Echt zo blij mee. Nou, we zijn bij het strand, maar het gaat inmiddels regenen. Die donkere wolken er, die komen er nu aan, dus we gaan niet naar beneden helaas. Maar kijk, het is wel een prachtig plekje. Danny die zei het al, dat het ging regenen. Maar goed, ik was eigenwijs. Geef niks van. Er slaapt er in ieder geval wel eentje. Of nou ja, twee slaapt. Charlie ook loopt. Dus tot zover onze wandeling op het strand. Het is nu wel weer even droog. Maar het gaat nog meer regenen. Ja, ik zou het persoonlijk niet op gokken, maar misschien denk jij er anders over. Kijk, daar wordt het ook donker aan de achterkant. Ja. Beter van niet. We rijden wel een lekker rondje. Goed, het is maar 25 minuutjes rijden dus. Ja, we rijden dadelijk. We gaan daar een rondje rijden. Ja, ik rij een stukje terug en dan rijden we helemaal daarheen. Okay. Dan rijden we via een andere plaatsje terug naar. Ik denk dat het helemaal goed is. Ja. Want het ging regen. Ja, het ging regen. We hebben uiteindelijk nog wel een wandeling gemaakt, maar we zijn nat geregend. Dus net even een korte outfitwissel gedaan. En ja, ik ga de vlog nu afsluiten. Ik heb een beetje het idee dat alle vlogs een beetje hetzelfde zijn. Maar ja, goed, dat is logisch. Want we zitten natuurlijk nog steeds in lockdown. En voor iedereen is het leven volgens mij een beetje saai op dit moment. We kregen wel heel goed nieuws, want op 8 maart gaan de scholen weer open. Hallo, mag je bijna weer naar school? Heb je zin in, hè? Dus daar zijn we allemaal heel erg blij mee. En ja, hopelijk gaat de rest daar snel volgen. Wat zit je te doen? maar goed, ik ga de vlog nu verder afsluiten. Doe even een duimpje omhoog als je het een leuke video vond. En ik zie jullie volgende week weer. Doei doei!